Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door de Nederlandse entertainmentwereld. Nicky de Jager, de gerenommeerde visagiste en geliefde online persoonlijkheid, zou niet langer de punten namens Nederland uitdelen tijdens de kranfinale van het Eurovisie Songfestival. De reden? Een diepgaand gevoel van ongemak dat ze openhartig deelde in een emotionele videoboodschap, die velen ontroerde tijdens de voorbeschouwing op het langverwachte evenement. In haar ontboezeming onthulde Nikki dat het besluit om zich terug te trekken als de Nederlandse vertegenwoordiger voor de puntentelling niet lichtvaardig was genomen. Integendeel, het was doordrenkt met een gevoel van morele integriteit en persoonlijke authenticiteit. Voor haar voelde het simpelweg niet goed om deel te nemen aan een dergelijke ceremonie, gegeven de recente gebeurtenissen en de onrust in de wereld. Terwijl fans en volgers haar steunden en loofden voor haar moedige besluit, kwam er een verklaring van de verantwoordelijke omroep Afro-Tros. Die de situatie verder verhelderde. Afrotros, die aanvankelijk als vertegenwoordiger zou fungeren tijdens de cruciale momenten van de puntentoekenning, maakte bekend dat ze zich niet geroepen voelde om deze taak op zich te nemen. Dit besluit, zo legde ze uit, was gebaseerd op een gewijzigde rol in de finale van het Eurovisie Songfestival. In overleg met Nicky de Jager, die vanavond als onze spooksepeurse zou optreden, hebben we besloten het dan ook niet te doen, verklaarde de omroep. Net als Nicky hadden wij deze avond heel anders voorgesteld. Deze woorden weerspiegelden een gedeelde teleurstelling over de onverwachte wending van de gebeurtenissen, maar ook een diep respect voor de keuze van Nicky en een erkenning van de complexiteit van de situatie. Terwijl de Eurovisie-fans wereldwijd zich opmaakten voor de epische ontknoping van het muzikale spektakel, was het duidelijk dat de afwezigheid van Nicky de Jager en Afro Tross als puntenuitdelers een onverwachte wending gaf aan de avond. Maar te midden van deze veranderingen bleef één ding onwankelbaar: de passie en betrokkenheid van de Nederlandse bijdrage aan dit iconische evenement dat de harten van miljoenen blijft veroveren, ongeacht de omstandigheden.